Goed, ons is nog bezig met ons gebalanceerde begrotingsvermenigvuldiger en soos julle kan onthou, die gebalanceerde begrotingsvermenigvuldiger sê een gelijke toename in G en T het wel nog een impak op die vlak van productie. Wat ek nou gaan doen, ek gaan dit grafisch voorstel en ek gaan aanneem dat overheidsbesteding gaan toeneem met 200 en ons laat die belasting toeneem ook met 200. Dit laat dan die begroting onveranderd. Nou kom ons kyk eers van wat is die effek van die toename in overheidsbesteding van 200 op ons diagram. Nou wat hier gebeur is die autonome besteding in die ekonomie neem toe met 200. En met andere woorde jou vraagkromme skuif opwaarts en die toename hier is 200. Gegewe dat ons een vermenigvuldiger van 5 het, lei dit dan dat hierdie toename in inkome is dan gelijk aan 1000. Dit is 5 maal 200, gee dan ons een toename van 1000 in inkome. Wanneer ons na belasting kyk, moet ons onthou die verandering in die as hier, die autonome besteding, is C maal T wat gelijk as 0.8 maal 200. So wat hier gebeur is, is dat die daling in jou autonome besteding is nou nie meer 200 nie, maar 160. Met andere woorde, hierdie daling hier is 160 en die kromme skuif nou afwaarts. Dit is 'n vermindering en ons eindig dan by daardie vlak van produksie. En as ons nou wil sien, hierdie verandering hier is dan gelijk aan 5 maal 160 wat gelijk is aan 800. So die vermindering hier is 800. Dit beteken dan die netto effek is 'n toename van 200 in die vlak van inkome. Wat weer van ons daarop dui dat die vermenigvuldiger effek in hierdie geval is dan gelijk aan 1. Gelijk aan die verandering van 200. So dit wys dan hoe 'n toename in G en 'n gelyke toename in T nog steeds in die ekonomie 'n ekspansionistiese impak het.